zegt het woord trio jou? Ja, trio. Als ik denk trio en ik zie twee mannen en een vrouw, dan denk ik ja. Er zit iets, er hangt een seksuele spanning in de lucht. Hè? Dan wil ik dan wel eens zo gezien wat dat betekent. Het zou kunnen. Pak dat jij en jouw vrouw nu eenmaal overwegen om zo ooit een trio te proberen. Wie zou je dan kiezen? Matteo, Ruud of Bruno? En waarom? Ik zou jou kiezen. Hè? Als u dat woordje trio hoort buiten de film, wat denk jij dan als eerste? Aan seks. Een trio? Ja, dan denk ik aan drie mensen die heel veel plezier hebben samen natuurlijk. Ja, maar wat denk jij dan direct? Je hebt ooit al gedaan, een trio? Ik heb nog nooit een trio gehad, nee. Pak dat jullie nu zouden overwegen, puur hypothetisch. Ja. Zou je dan kiezen voor Matteo, voor Bruno of voor Ruud? Wie zouden wij erbij pakken? Oh, Ruud. Ruud, is dat Ruud erbij? Oh. Ik heb net over haar borsten gehoord. Heel benieuwd naar Ruud. Ja. Ik wilde nu cadeauken doen en zeggen Matteo, maar... Ja, maar aan iedereen denkt zeker. Dat ligt niet aan mij, denk ik. Ja, een triootje, hè. Heb je dat ooit eens in je leven gedaan? Nee. Nee. Pak nu puur hypothetisch. Je mag vanavond, of je bent samen beslist om een trio te doen. Wordt het dan Ruud, Matteo of Bruno? Wie kies je dan en waarom? Sowieso Ruud. Ja. Ja. Ik vermoed dat je wilt dat ik zeg dat gaat over seks of zoiets. Trio seks. Heb je dat ooit in je leven als gedaan? Nee. En ik ben niet van plan dat nog te doen. Jullie zijn nog een heel pril koppel, maar je wilt eens experimenteren. Je gaat een trio doen. Wie kies je? Bruno, Matteo of toch Ruud? Oh, ik zou zeggen Bruno uit compassie. Mocht jij kiezen? Ik ga voor alle drie. Hopla. De titel is trio, buiten de film. Waar denk je als eerste aan als je het woord hoort? Ja, zoals iedereen aan seks. Ja. Ik ga het niet verbloemen. Ja, dat is eerst waar iedereen aan denkt. Maar ik heb de trailer gezien en ik denk dat het wel meer inhoud als alleen dat gaat hebben. Heb je het ooit zelf gedaan, een trio? Nee. Als je een hypothetische vraag, moest je nu kiezen? Je krijgt de kans om één trio te doen. Zou je dan voor Ruud, voor Matteo of voor Bruno kiezen? En waarom? Ja, ik ben een fan van Matteo Simone. Ja. Wie zou dan bij jullie de meeste kans maken? Bruno, Matteo of Ruud toch? Wat denkt u zelf? Allee. Ik zal het anders vragen. Ruud, nee, ja. Matteo. Allee. Ruud. Dat is een openbaring, dat is een primeur, Bart. Nee, allee, Matteo, dat is toch van... Allee, ik denk half Vlaanderen, de helft, ik denk drie kwart van Vlaanderen, toch? Vind je het een goede keuze, Luc? Hij is altijd het laatste woord, dus we leggen ons daarbij neer. Met Matteo? Ja, ik leg me daarbij neer. Ja, oké. Okay.